Circulair ondernemen betekent produceren zonder afval of vervuiling te veroorzaken. Je werkt dus aan een betere wereld. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe werken Nederlandse ondernemers aan die circulaire economie? Mijn naam is Servus van Berkum en voor Circle Movement ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen. Op zoek naar de doeners van de circulaire economie. Wij zijn Koninklijke Arend. Wij leveren al sinds 1896 vitaliserende kantooromgevingen voor, denk aan bedrijven, profit, non-profit, scholen, voor de zorg. En wij werken vanuit twee merken, vanuit Arend en Gispen. Wat maakt Arend circulair? Circulariteit zit echt in ons DNA. Het begint bij ons aan de tekentafel, waar we producten ontwikkelen voor langdurig gebruik en voor hergebruik. Onze producten gaan decennia lang mee en we zien ze nu terugkomen in onze circulaire hub. Naast dat wij onze producten eigenlijk ontwikkelen voor circulariteit, bieden wij nu ook de circulaire diensten aan. Dit doen we onder andere door Furniture as a Service, waarbij we aan onze klanten door middel van een maandbedrag een volledige kantoorinrichting kunnen leveren. Daarbij komt ook dat we flexibiliteit kunnen bieden, waarbij we ook aan de veranderende behoeftes kunnen voldoen aan de klant. En we blijven eigenaar van het product op deze manier. Dat is essentieel voor een circulaire economie, want we willen dat onze producten terugkomen om te voorkomen dat ze op de afvalberg terechtkomen. Wij hebben namelijk de expertise in huis om die producten te refurbishen en opnieuw in te zetten voor een tweede of derde of vierde levenscyclus. Waar zien jullie Arend in de toekomst? In 2050 willen wij volledig circulair zijn. De ingrediënten zijn er en we willen eigenlijk gewoon doorgaan met waar we mee bezig zijn. Zijn alle aspecten van jullie bedrijf circulair? We hebben alle ingrediënten om circulair te kunnen zijn. Echter zijn wij ook nog steeds in transitie en staan wij soms ook voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is bijvoorbeeld, we hebben onze circulaire hub geopend. Maar wij willen ook internationale hubs openen, om ook internationaal op deze manier te kunnen opereren en producten terug te kunnen nemen. In die transitie zitten we momenteel. Hoe helpen jullie klanten met duurzamer werken of circulair te worden? Wij helpen onze klanten met het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dit doen we door het aanbieden van onze circulaire diensten, zoals Furniture as a Service, maar ook het aanbieden van gerefurbished producten. En daarnaast helpen we onze klanten ook met het in kaart brengen van de ecologische voetafdruk van onze producten en het reduceren daarvan. Welke tips heb je voor ondernemers die ook circulair willen werken? Begin vandaag en niet morgen. Kies voor circulaire diensten of start met aan te bieden van die circulaire diensten, ook naast je lineaire model. Start het als een pilotproject. Met een circulaire werkomgeving creëer je ook een gezonde en vitaliserende werkomgeving, waarmee je niet alleen talent aantrekt, maar ook werknemersbevlogenheid stimuleert.